Maatschappijleer 2, thema media, hoofdstuk 2, tv, radio, kranten en internet. Televisie en radio. Waar we naar kijken verschilt. Als je kijkt hoeveel televisie we per week kijken, dan is het opvallend om te zien dat senioren, 65 plus, de meeste uur televisie per week kijken. 21 uur per week zitten ze voor de televisie. Je ziet dat jongeren, verrassend genoeg, het minst televisie kijken. Op de televisie kennen we het verschil tussen commercieel en publiek. Het verschil kennen we ook op de radio. Bij commerciële zenders draait het om het maken van winst. Daarom worden er ook reclame uitgezonden tijdens de programma's. Terwijl bij de publieke omroep wordt het grootste gedeelte betaald uit belastinggeld. Er zitten alleen reclames tussen de programma's door, die tijdens de programma's. Bekende commerciële omroepen zijn alle RTL's, 4, 5, 7 en 8, Net 5, SBS6 en Veronica. Bekende publieke omroepen zijn de NOS, de VARA, de NCRV, BNN, TROS, EO, KRO en nog veel meer. Kranten. We hebben twee verschillende soorten categorieën kranten. Populaire kranten die besteden vooral veel aandacht aan criminaliteit, sport en shownieuws. Een voorbeeld van een populaire krant is de Telegraaf. Kwaliteitskranten besteden dan vaak meer aandacht aan economie en politiek. Een voorbeeld van een kwaliteitskrant is de Volkskrant. Als je de twee voorpagina's met elkaar vergelijkt, zie je ook een enorm verschil in de hoeveelheid foto's, kleur en de soort koppen die ze gebruiken. Daarnaast kennen we ook nog tijdschriften. Tijdschriften gaan meestal over één onderwerp en zijn gericht op één groep die interesse hebben in dat onderwerp. Tegenwoordig hebben we natuurlijk ook het internet. Op het internet staan niet alleen allerlei websites, maar er zijn ook allerlei andere media te vinden. Je kunt tv kijken via internet, je kunt radio luisteren via internet. Daarom spreken we op het internet ook wel van cross-media. Je vindt dus allerlei soorten media hier door elkaar heen. Toch is het belangrijk om in deze tijd je identiteit te bewaren. Met je identiteit wil je laten zien wie je bent en wat je belangrijk vindt. Bijvoorbeeld, de EO vindt de christelijke identiteit heel belangrijk. Ze willen dus christelijke normen en waarden uitdragen. Terwijl BNN heeft als identiteit dat het gericht is op jongeren. Zij zullen dus meer programma's maken die jongeren aanspreken. Alles is dus gericht op een doelgroep. Een doelgroep is een groep mensen met dezelfde belangstelling. Zo zullen voetballiefhebbers de Voetbal International lezen. De doelgroep is dus voetballiefhebbers. En de doelgroep van een blad als Power Unlimited is gamers. Einde van hoofdstuk 2.